Bienvenidos a Sierra Nevada, oftewel welkom in de Sierra Nevada. We zijn hier op meer dan 2 kilometer hoogte en hier bereidt Tom Dumoulin zich voor op de Olympische tijdrit van Rio. Daar moet hij goud gaan winnen, daar is zijn hele seizoen op afgestemd. En we gaan hem zo spreken over die voorbereiding en dan vooral over die laatste spannende uren voor de start. Want het ligt nu allemaal al vast wat hij dan moet gaan doen in die tijdrit, die de tijdrit moet worden van zijn leven. Er ligt wel een parcours in Rio klaar, zeker op de tijd dat mij echt super goed ligt. En ik zou mij voor mijn kop hebben geslaan als ik geslagen. Hey, en die tijdrit straks in Rio, hè? Wordt dat de belangrijkste tijdrit uit jouw leven? Ja. En qua voorbereiding, hè? Je bent hier natuurlijk nu aan trainen op hoogte en zo. Maar op die dag zelf, die voorbereiding op die dag zelf, moet dat ook altijd hetzelfde zijn ongeveer? Ja, dat is een vast ritme zitten. Ja, ik heb een heel tijdschema eigenlijk, ja, sowieso in mijn hoofd zitten. Ja, ik heb eentje gekregen van jou. Ah ja. Dit is een schemaatje. Ja, maar het zegt gewoon alles, hè. Dit is mijn geheime... Oh ja, sorry. Ik weet niet, krijg jij gewoon in je handen geduwd. Maar waarom is het zo belangrijk dat daar vastigheid in zit? Het heeft allemaal te maken met ja, de wetenschap. De wetenschap zegt, ja, het is het beste om op die manier te eten. Het is het beste om bijvoorbeeld een uur van tevoren wat cafeïne te pakken. Kopje koffie even? Kan een kopje koffie zijn. Ze hebben dat ook in pilletjes. Klinkt heel slecht natuurlijk, maar ja, het is hetzelfde als een kopje koffie. Hoezo klinkt dat dan slecht, een pilletje cafeïne? Ja, pillen en wielrennen, dat is een slechte combinatie. Oh, ja, dat is echt een slechte combinatie. En dan hebben we de slush puppy en we doen ook Coolvest. Ja. Die is echt om je lichaamstemperatuur voor de tijd het in ieder geval zo laag mogelijk te houden. Maar het is ook nog zo, op die dag van Rio gaat Tom nerveus zijn, gaat hij zich anders voelen. Ja, dan gaat hij misschien wel denken van, ja, omdat ik me anders voel, moet ik maar ook andere warming-up gaan doen. Nee, dan is het zaak om terug te kunnen vallen op warming-up waar hij gewend is, waar hij vertrouwen in heeft. Vastigheid. Dan komt het wel goed. Dan moet je vastigheid hebben. Geen flauwekulletjes. Geen flauwekulletjes op die laatste momenten voor Rio. Ben jij eigenlijk erg nerveus nog op de dag van een belangrijke tijdrit? Ja. Ja? Ja, heel erg nerveus. Maar dat heb ik ook wel nodig om echt hard te presteren. Ik heb daar wel eens bijgestaan bij zo'n warming-up op die rollen. Daar gaan ze best nog wel, worden wel een beetje getrapt, toch? Ja, zeker. Wat wij doen is je begint gewoon rustig even infietsen en dan pak je een blok waar je langzaam die intensiteit opvoert. Tot iets boven een wedstrijdintensiteit, zodat je in je lichaam klaar is om die intensiteit ook te trappen. En wat ik zei, hè, mentaal moet je ook al een klein beetje voelen van nou, dit... En je moet in die voorbereiding ook die pijn al even geproefd hebben? Ja. Dat doet even pijn, maar dat is niks vergeleken met de tijdrit zelf, hoor. Maar dat is gewoon een hel, die tijdrit zelf. Nou ja, mijn beste tijdrit en dan voelde ik het minste pijn. En dat is eigenlijk het gek misschien, maar ja, dan zit je zo in die focus en dan ben je gewoon totaal niet gefocust op die pijn. Het is verschrikkelijk, ja. Kijk, in een wegwedstrijd dan heb je nog rustige momenten en dan heb je nog iets van spelelementen, reageren en tactiek. Zo'n tijdrit ben je volledig op jezelf en in elke meter kun je eigenlijk besluiten om op te geven. En hoor je dan nog wat er achter je geroepen wordt? Ja, het probleem is, als je minder dag hebt, dan hoor je van alles. Dus dan ga je erger aan die toeschouwer die even mee rent. Of iemand die in je oor schreeuwt. Of de coach die net even te vaak coacht of net even te weinig. En daar ga je dan allemaal aan ergeren. En op een goede dag, dan gaat het allemaal langs mee. Hey, die warming-up, hè, op de rollen. Dit is jouw fiets. Kan ik er ook op? Heel even dan. Wat staat het zadel hoog, man? Dit ziet er al wat amateuristisch uit. Ook dit benenhaar trouwens. Hop. Ja, maak hem maar kapot, hoor. Ja, nee, hoor. Ja, zeg het maar. Wat gaan we doen? Dan ga je dus eerst 10 minuten gewoon rustig losfietsen. In de houding? Nee, je hoeft niet in de houding. Ja, alleen maar je benen hoeven warm te zijn, hoor. Je hoeft dit allemaal niet te doen op de warming. Ik voel nu ook al een lichte pijn in mijn zak. Kan dat? Ja, dat komt omdat je te hoog zit. Maar goed, eerst dit dus 10 minuten. Ja, 10 minuten. Hoeveel moet je trappen dan? Ja, ik begin rond de 200 watt. Dus 200? Ja, dus je moet
eigenlijk al even iets harder. Hé, hey, maar weet je wat ik zo wonderlijk vind? Alles wat jij over het tijdrijden vertelt, hè? Dat klinkt eigenlijk allemaal best wel verschrikkelijk vervelend, weet je dat? Ja, maar ja, als je ergens goed in bent, dan wordt het vanzelf leuk. God, jezus, ik begin nu al moe te worden, weet je dat? Zullen we maar gaan opvoeren? Of, Ja, hoeveel watten moet het worden dan? Ja, eigenlijk ga ik dus in ongeveer 6 à 7 minuten ga ik omhoog van 250 naar 500 watt. Dus elke 500? Keer. Ja, en dat doe ik dan een minuut en dan is het klaar. Oké, dan ga ik nu richting de 500, oké? Ja. Kom op! Go, 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 go! 300, 420, 400, 400. Kom op, kom op. Ja, bijna. 500. Ja, klaar. Ja, maar dit moet je dus een minuut vasthouden. Een minuut? Ja, een minuut 500. Kom op. Ja. Ja, je gaat al terug naar de 400. Godverdomme, wat is 300, kom op. Dit moet je terug omhoog. Ja. Ja, je bent... Nee, dit wordt helemaal niks meer. Is die minuut al voorbij? Nee, we zijn op de helft. Je bent 200 watt aan het duwen. We zijn nog niet... We moeten nog iets meer aan de hoofd doen. 40 minuten, maar ja, dit telt niet. We moeten opnieuw. Maar het is je vergeven. We zijn op hoogte, hè. Dus... Ik dacht al, dat is wel, ja, dat... Ik moet gewoon even... Ik moet even een beetje bijkomen. Deels de hoogte en deels... Oeh. Deels ja, zeg maar. Deels niveau, denk ik. Als ik heel eerlijk ben. Met andere woorden, goed geprobeerd, maar het was gewoon kut. Ja, je hebt wel het juiste beroep gekozen, denk ik.